Dus, daar gaan we. We zijn hier bij Rabobank Schiedam, Vlaardingen. Vanavond wordt een van de masterclasses gegeven in de organisatie die Start-up heet. De reden voor dit initiatief is gelegen in het feit dat Rabobank Schiedam, Vlaardingen heeft onderkend dat heel veel ondernemers tegen dezelfde problemen aanlopen in hun startfase. We hebben gepoogd om deze startende ondernemers beter beslaagd te eisen de markt te kunnen laten bestormen. Onder meer door het bieden van masterclasses. Start-up is een initiatief van Rabobank met een groot aantal partners. We doen het namelijk niet alleen. Iedereen vanuit zijn eigen expertise voegt namelijk heel iets toe aan succes van de startende ondernemer. En middels de 3 masterclasses die de afgelopen weken zijn gegeven, zijn we in staat om ze nog beter op weg te helpen. Onderling kunnen we veel van elkaar leren als organisatoren, maar ook met de masterclasses en de ondernemers zelf aan de slag gaan. Het geeft hele leuke feedback, het weerspiegelt. Wij vinden het hartstikke leuk om met die starters aan de slag te gaan. Om even bij de nerve te grijpen en eventjes goed te positioneren. En tegelijkertijd krijgen we ook energie van het feit dat zoveel mensen nog een niche hebben gevonden waarin ze willen ondernemen. Ik wil eigenlijk een hele unieke taartwending gaan geven hier in Nederland. We zijn nu 3 jaar daarmee bezig. Waar we eerst begonnen met 12 enthousiastelingen, hebben we inmiddels dit jaar 70 mensen mogen bezoeken. En de masterclasses worden eigenlijk bij alle startende ondernemers beoordeeld als eigenlijk de grootste prijs die ze kunnen winnen. Want er wordt letterlijk een spiegel voorgehouden. En ze hebben daar echt wel heel veel aan om nog succesvoller te zijn in het navolgen van hun droom. En dan met stip op 1, met 396 punten is Anna. Met de kennis die wij die starters hebben kunnen bieden, komen ze ook aanzienlijk beter beslagen thuis dan als ze deze kennis niet hadden meegekregen vanuit ons als organisatie. Hartstikke goed. Dus een kans die krijgen, die grijp ik met allebei mijn handen.